Nu zal ik u laten zien hoe de Podal Mini geplaatst moet worden. Ik verwijder de molshoop. Valt er dan zo'n gat zoals hier, dan maak ik gebruik van één klem. Ik schuif de klem met de tanden gesloten in de gang, zo diep mogelijk. Nu knijp ik de spanarmen naar elkaar toe. En tijdens het knijpen beweeg ik de klem een beetje naar rechts en links, zodat de tanden zich mooi vast in de wand van de gang snijden. Want de klem moet goed stevig staan. Nu sluit ik die mollengang af door alleen bovenin een kluitje grond toe te brengen. Vervolgens leg ik het vergrende plaatje met de twee pennetjes op de spanarmen, waardoor de klem gespannen blijft.